De avond na afloop van de boerenprotesten in Den Haag vroegen wij een aantal raadsleden naar hun kijk op de protesten en de agrarische sector in Altena. Onze mening daarover is dat het zeker onze steun verdient. Ik ben zelf werkzaam in de melkveehouderij. Dus ik weet wat de boeren meemaken de afgelopen paar jaar. En die verdienen hartstikke onze steun. Het was in elk geval heel mooi om te zien dat het allemaal goed is verlopen en dat er een hele grote opkomst is. Want de boeren in Nederland en ook in Altena, die hebben wel iets om voor te strijden. Ze hebben groot gelijk dat ze opkomen voor hun rechten. Want zomaar roepen dat de veestapel gehalveerd kan worden, dat is natuurlijk veel te makkelijk. Ik denk dat het heel goed is dat de boeren ook laten zien dat er meer speelt dan alleen maar de milieuproblematiek rondom de boerenbedrijven. En dat er gezinnen achter zitten die in ieder geval onze steun verdienen. Gelukkig dat er heel veel gehoor aan gegeven wordt en dat het netjes verlopen is. En dat is, vind ik, het heel belangrijk. Ik had er zelf een beetje angst van als dat daar zo massaal naartoe gaat. En zoveel mensen en zoveel de agrarische sector die toch een beetje, sommigen een heel kort lontje hebben, dat ik denk van nou gaat dit goed. En gelukkig tot nog toe is het voor mij goed gegaan. En hoe kan de gemeente Altena bijdragen aan een sterke agrarische sector in het land van Heusden en Altena? Nou, ik denk dat die sector er al is, dus die hoeft niet gecreëerd te worden. Alleen ik denk wel dat ze extra steun kunnen verdienen. En dat is ruimte bieden, dus aan mogelijkheden om een bedrijfsontwikkeling door te kunnen zetten. Eventueel voor stoppende bedrijven dat er andere mogelijkheden zijn voor die vrijkomende agrarische locaties om daar andere dingen mee te doen. Maar vooral van bedrijven die door willen, dat die ook die kansen krijgen. Kijk, we hebben hier te maken met een zeer ruim open gebied, met heel veel agrarische gronden. Het is een zeer goede kwaliteit. We hebben gelukkig weinig bio-industrie hier, geen mestoverschot en niet alledaags Brabantse omgeving, dat denk ik voor de toekomst zeer geschikt is voor de agrarische sector. Nou, ik denk dat het goed is dat we in ieder geval gezamenlijk van mening zijn dat de boeren altijd een toekomst hebben. En hoe die toekomst dan precies vormgegeven kan worden, dat is nog even kijken hoe we dat gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. Maar dat een duurzaamheidsomslag zal moeten gaan gebeuren, daar zijn we met z'n allen over eens. Alleen hoe je dat gaat doen en hoe je de toekomstzekerheid ook voor de boeren kan zorgen. Zeg maar. Dat is even de zoektocht die we nog hebben samen. En wat is de visie van uw fractie op die toekomst voor de boeren in Altena? Nou ja, ik denk dat de boeren hartstikke belangrijk zijn in Altena. Gezamenlijk met de boeren kunnen we een Altena creëren in ieder geval wat op zichzelf kan bestaan. Dus we zijn een zichzelf bedruipende eiland, zullen we maar zeggen. En daar hebben de boeren een hele belangrijke plaats in. Nou, ik denk dat wij hier ons gezond boerenverstand moeten blijven gebruiken. En het gebeurt in Altena al dat de agrarische ondernemers op een duurzame manier met oog voor de omgeving hier aan het ondernemen zijn. En wij moeten in Altena gewoon die ruimte blijven bieden en stimuleren dat die agrarische ondernemers verder kunnen verduurzamen, zodat ze ook toekomstig hier kunnen blijven ondernemen.